fucking street. Het is vergelijkt wel met de skateboard, denk ik. We vinden ons nog steeds op het plein voor Theater Heerlen. En ja, deze kermis bestaat eigenlijk uit drie terreinen. Dit plein dus, waar ik nu loop. Nou, een van de grote popattracties weer. Vervolgens moet je naar het centrum lopen. En daar bevindt zich ook een deel. En dan tenslotte over het Pancratiusplein met de kerk. Daar bevindt zich een derde deel. En dat is een beetje een vreemd. Dus de kermis wordt een beetje uit elkaar getrokken. Nou, bij de breakdance zo te zien, zo te horen, weer een vrouw achter de kassa. En achter het bedieningspaneel van de attractie, met alle respect natuurlijk, maar het valt me op dat het, ja, het is geen show. Er wordt niks gezegd, er wordt niks gesproken. In de microfoon. Ik zie geen rookmachine aanwezig. Dan denk ik, ja jongens, kom op zeg. Bijna alle attracties beschikken over rookmachines. Is dat nou werkelijk niet mogelijk om dat om te bouwen? Dat geeft zo ontzettend veel extra show en sfeer. Dat weet ik hier niet. Dat vorig jaar niet vastgesteld. Dit is allemaal net niet. Maar we zijn er nog niet. Ik ga nu dus deze opname stoppen en naar het centrum van Heerlen. Dat is ongeveer 500 meter in Lopen. En dan kom ik op langs een heleboel kraampjes. Maar ik ga niet alles opnemen. De hele dag al een verschrikkelijk probleem. En dat duidt bij mij hoe akelig het ook weer is op overprikkeling. Door om het oor dat we rond en zet een zonnebril. Oh! Zo, nou. We gaan even verder kijken en deze opname stoppen.